kind of stuff. Deze week in Met Passie Gemaakt brengen we een bezoek aan het atelier van keramisch kunstenaar Rien Arnouts in Oosterhout. Dat was altijd wel een hele verrassing wanneer ik dat zo'n beeld weer op ging halen. En spreken we met schrijver Jaap Jacobs, die een kinderboek schreef om de kleintjes alvast enthousiast te maken voor carnavalsbouwclubs. Alleen mijn zoontje, dat is, is mijn grootste fan, zeg maar. En die zei altijd, papa, ik wil dat jij een kinderboek schrijft. Maar eerst zien we hoe kinderen creatief leerden schrijven tijdens de afgelopen editie van de Kinderboekenweek. Ik heb vandaag een workshop gegeven, verhalen schrijven, in het kader van de Kinderboekenweek, dus met het thema Lekker Eigenwijs. Het is vooral heel erg een creatieve workshop, dus ik ga niet kijken of ze alles foutloos schrijven. Maar het is een leuke manier om kinderen hun creativiteit te laten gebruiken en zelf verhalen te schrijven. Nu met Kinderboekenweek lezen ze natuurlijk heel veel, ook in de klas. En het is ook leuk om je eigen verhaal en je eigen fantasie te gebruiken in het schrijven. De titel van mijn verhaal is Niet te eten chocolade. Over een jongetje dat eigenlijk naar een land ging waar overal chocolade was. En dat hij chocolade had, maar die was eigenlijk niet te eten, waardoor hij ziek was en viel die flow. Ik heb een verhaal van het supervette paradijs. En waar ging dat over? Het gaat over een jongetje wat op vakantie moet en daar gaat hij naar een soort straatje en daar gaat hij in een winkel. Dan koopt hij een soort portaal en via dat portaal gaat hij naar een wereld waar hij zelf mag bedenken wat er allemaal in komt. Eigenlijk is het een vrij breed thema, want ik vind hoofdpersonen in kinderboeken zijn altijd eigenwijs, want anders gaat het verhaal nergens over. Maar het gaat natuurlijk ook over heel erg jezelf zijn, je eigen keuzes maken, niet altijd doen wat de groep doet, dwars zijn en bijzonder zijn. Dus verhalen schrijven voor kinderen en in november start er een cursus op woensdagmiddag. Nou, dus eigenlijk een beetje ontstaan die liefde voor het bouwen van wagens door mijn kinderen. Want die zijn er eerder mee begonnen dan ik zelf. Dus zo heel lang doe ik het ook weer nog niet. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom verder. Ik ben iemand die eigenlijk van het prille begin af aan, ook al bij de eerste opleidingen, zeg maar, bezig geweest met creativiteit. Toen ben ik dus, zodra ik kon, ben ik gaan solliciteren. En toen ben ik dus verder gegaan op de KTS in de Blauwe Kei in Breda. Technische school was dat. En dus handvaardigheid, hè, daar was de drijfveer. En daarin hebben we dus uiteindelijk dus steeds verder proberen te bekwamen. Verder heb ik het toch uitgebouwd naar een vervolgstudie, zeg maar, voor handvaardigheid. Dat gebeurde dan in Tilburg op de academie. Die specifieke tijd die was dus eigenlijk wel gewijd aan de keramiek, vooral de keramiek. Maar het keramiekverhaal was in ieder geval helemaal stevig gegrond. En daar ben ik dus tot op heden nog steeds mee doorgegaan. En zelfs heb ik het uiteindelijk een keer uitgebreid door met brons te gaan werken. Dat is toch eigenlijk wel een prijzige zaak. Hè? Als ik dat nou zelf eens voor een groot gedeelte ga doen, dan is dat misschien een beetje betaalbaarder. Het is natuurlijk best wel een dure aangelegenheid. En zodoende ben ik dus inderdaad begonnen met het maken van mallen. Dus dat je dus een gietwasmodel gaat leveren
die je zelf hebt gemaakt in een mal met siliconen en met een hele hoop gedoe. En dan was het eigenlijk zo dat wanneer ik dus het gevoel had van nou, ik heb dus echt iets leuks gemaakt in de gietwasmodel, want de gieter moet dus een hol modelletje krijgen waar hij mee verder kan. En dat was altijd wel een hele verrassing wanneer ik dan zo'n beeld weer op ging halen. Bij Dell was het in dit geval. En dan was het, ja, hoe ziet het eruit, hè? Nou, de schrik je apen. Heel erg, want het ziet er natuurlijk niet uit. Er zitten allerlei kanaaltjes zitten eraan. En er moet zoveel werk nog gaan gebeuren om dat weer een beetje gaaf te gaan maken, zeg maar. Dus, ja, als je bedenkt dat eigenlijk al mijn werk wat ik maak van begin af aan uit een bolvorm is ontstaan, dan is het eigenlijk toch een beetje vreemd misschien om dan in één keer zo'n beeld zoals hier staat te plaatsen, want dat heeft natuurlijk uiteindelijk dus niks meer met een bol te maken. Maar die bolvorm was toch wel erg belangrijk, omdat dat een bepaalde warmte gaf voor mij, een bepaalde aardsheid, een geboortevorm, eivorm, die mij erg aansprak. En eigenlijk zijn al die bolvormen toch ook een kader geworden voor het maken van andere dingen, met vrouwelijke vormen vooral, uiteraard. En niet het harde mannelijke, maar meer echt het vrouwelijke vorm. En dan zie je dan hier toch eigenlijk een exponent van wat het uiteindelijk dan toch in keramiek mogelijk is. Alles wat ik dus maak in de keramiek, dat is eenmalig in ieder geval, want ik werk niet met mallen. Het wordt altijd zo vrij uit de hand opgebouwd, zeg maar. En dat in tegenstelling tot de werkstukken die in brons gemaakt zijn. Want dan ga je wel met een mal werken en kun je gaan vermenigvuldigen eventueel. En dat is iets wat ik nooit of te nimmer heb gedaan. Eén enkele uitzondering, omdat ik één beeld had wat zo aansprak, dat ik er daar dus ooit drie van heb gemaakt. Maar verder zijn het allemaal unica die ik gemaakt heb in brons. Glazuren komen er altijd aan te pas. Dat heb ik dus ook in de studietijd samen met een maat. Op een hoop proefplaatjes heb ik dat, om te zeggen precies 700 proefplaatjes, heb ik gemaakt op een zolderverdieping. Ook hartstikke gevaarlijk was het eigenlijk met het oventje op de zolder, dat weet ik nog goed. Maar je moest bepaalde resultaten krijgen, want echte fabrieksmatige dingen, ja, daar hielden wij niet van. Het moest echt een beetje persoonlijk zijn, zeg maar. En het was wel heel erg uitgebreid en misschien ook wel te, want we hebben ooit vijf plaatjes of vijf kleurtjes hebben we eruit gelicht waar we dus verder mee geborduurd hebben, zeg maar. En dan zie je dan het resultaat eigenlijk hier zo met allerlei potten en pannen waar dus allerlei glazuurstoffen in zitten die gebruikt werden. Ook voor de cursisten uiteraard. Dus hier heb ik gewoon een schaakstel staan. Dus de dame en de koning, die staan hier eigenlijk gezamenlijk een beetje naar elkaar toe gewijd. En ze hebben dus een pionnetje hier en daarom heb ik dit gewoon een schaakstel genoemd. Geen spel, maar stel. De kijker die mag gewoon vinden wat hij ervan vindt. Gewoon, het is altijd interpretabel, dus het is niet zaligmakend wat ik er allemaal mee bedoel. Dus vanity, een beetje een ijdel beeld, ook in brons. Dit is het laatste werk wat ik gemaakt heb, deze. Net een beetje iets uitbundigs, zou je dat kunnen noemen. Ik heb hier dus een bron staan, wat ook een unicum is. En wat een beetje een triomfantelijk gebaar hoort te hebben. En ik denk dat ik daar redelijk goed in geslaagd ben. En het maakt een beetje een anoniem gebeuren, omdat het een beetje maskerachtig is. Maar een masker is natuurlijk ook wel een gegeven wat nogal eens een keer erg werkzaam kan zijn voor de uiting van een bepaalde gedachte.
Nou, die is eigenlijk een beetje ontstaan, die liefde voor het bouwen van wagens door mijn kinderen. Want die zijn er eerder mee begonnen dan ikzelf. Dus zo heel lang doe ik het ook weer nog niet. Ja, ik zag dat zij het ontzettend leuk vonden. Toen dacht ik van, dat moet ik zelf ook eens gaan proberen. En inmiddels ben ik hier heel vaak te vinden. Ja, Carnavalsvereniging de Meikevers is inderdaad de grootste vereniging in het Kielengat. En dan praat ik echt binnen Breda. Ja, wij zijn zowel actief in de muziek als in de bouw. Ik kan zelf niks bespelen, dus ik zit bij de bouw. Zo'n vereniging dat bestaat ongeveer uit, ik denk nu pak een beetje een mannetje of 40, 50. En dan heb ik het niet over alle kindjes die ook meekomen bouwen voor hun eigen wagentje. Ik denk dat het bij iedere vereniging verschilt. Hè. Een carnavalsvereniging kan heel erg ontstaan zijn vanuit misschien een paar vrienden die daarmee zijn begonnen. Zo zijn overigens de Meikevers ook ooit begonnen. Ja, inmiddels bestaat de vereniging ook uit allerlei familieleden. Het is gewoon een hele hechte club. Het is wel een leuke vraag. Wat ik zelf heel erg leuk vind aan bouwen of bij een vereniging zitten zoals de Meikevers is. Je kunt carnaval vieren in de stad. En lekker veel bier drinken is ook heel leuk en gezellig. Maar wat ik heel erg belangrijk vind is dat ik mezelf ook een beetje nuttig voel. En dat ik mijn creatieve ei kwijt kan. Ja, en dat kan perfect natuurlijk als je zelf ook wagens gaat bouwen. En je ziet gewoon iedere dag weer een stap die je maakt. En het wordt steeds mooier en mooier. En dat geeft ontzettend veel voldoening. En dan kan je daarna nog even mooi afdrinken. carnaval is voor ons wel echt iets waar we het hele jaar mee door zijn, bezig zijn. En zeker als ik naar mezelf kijk is dat absoluut het geval. Omdat ik ben natuurlijk begonnen met het schrijven van een kinderboekje erover. Waarin we eigenlijk ook uitleggen hoe je een carnavalswagen bouwt. Om kinderen dus te enthousiasmeren om die tradities voor te zetten. En daarnaast zit ik ook nog bij de Raad van Elf in het Kielengat. Dus ik heb er wel mijn handen vol aan. Ja. Alleen mijn zoontje, dat is, is mijn grootste fan, zeg maar. En die zei altijd, papa, ik wil dat jij een kinderboek schrijft. En toen kwam het eigenlijk bij elkaar. En toen dacht ik van, het is wel heel tof om een kinderboek te schrijven over wat wij samen met die brakken van ons beleven. Heel dat proces omschrijven en hoe leuk zij het met elkaar hebben om zoiets samen te creëren. Max en Moritz zijn natuurlijk twee iconische figuren. Ooit opgeschreven door het boek van Willem Busch. Bestaat pak een beetje 150 jaar geleden heeft hij dat geschreven. Is natuurlijk een sprookje. En in dat sprookje is misschien wel leuk om te vertellen wat daar de achtergrond van is. Waarom hebben wij dan voor Max en Moritz gekozen? Omdat in dat oorspronkelijk boek is er een hoofdstuk en dat gaat over de Meikeverstreek. Waarbij ze Meikevers loslaten, zeg maar. Hè. Ze halen natuurlijk allerlei groppen en rollen uit. Nou, wij heten de Meikevers, dus vandaar was 1 en 1 is 2. Dachten van, dat is heel leuk om die als personages te pakken. En kinderen zal dat ongetwijfeld aanspreken. Nou, Max en Moritz gaat eigenlijk een beetje over onze brakken. Want die gaan zelf beginnen met het bouwen van een wagen. En die halen allerlei streken uit bij hun oom. Maar ook bij Prins Carnaval. Maar in het boek wordt ook heel goed omschreven, stap voor stap, hoe je nu een wagen bouwt. En dat maakt het ontzettend leuk. Dus het is en educatief, maar ook gewoon een onwijs leuk kinderboek om te lezen. Stichting Kielengat die vindt het fantastisch. Ik merk ook bij andere carnavalsverenigingen dat zij dit project echt ondersteunen. Want in feite hebben we allemaal hetzelfde doel. En dat is bestaansrecht voor carnaval. Ik zou het heel mooi vinden als we gewoon de komende jaren meer jonge aanwas zien. En dat er gewoon meer instroom is van in deze loods. En dat hoeft niet eens bij onze vereniging te zijn. Maar dat er in deze bouwloods gewoon steeds meer jonge mensen komen die het leuk vinden om er wat van te maken. Het zou heel erg mooi zijn als we het voor elkaar krijgen dat het niet alleen om dat feestje draait en om dat biertje in de kroeg. Maar
ja, dat steeds meer Bredanaars zien wat er eigenlijk allemaal nog meer rondom carnaval gebeurt.